De havenkerk wordt overgedragen aan Boei. Hij is een tijdje van Johan Maasbach geweest en toch is die nog helemaal intact gebleven. Ja, zeker als het gaat om het interieur. Dat was in de tijd ook een afspraak van het bisdom met de toenmalig nieuwe eigenaar, Johan Maasbach, dat het interieur in stand zou worden gehouden. Het is nu een beetje muf hier, het is koud hier, er moet nog wel wat gebeuren. Ja, het is heel koud. Het is heel koud en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het pand heel lang leeg heeft gestaan. En tijdens de restauratie ga je hem niet helemaal verwarmen. Dus er moet nog het nodige gebeuren, ja. Onder andere die vloer, hè? Ja, er gaat een nieuwe vloer in komen. Omdat de nieuwe gebruiker, Boei, een groter aantal mensen in de kerk wil toelaten dan tot nu toe was toegestaan. En de vloer eigenlijk kan hebben. Hoe is dat om zo'n kerk te krijgen? Het is eigenlijk een enorm cadeau. En zoals u het al zegt, we krijgen hem. We moeten er nog wel flink mee aan de slag, maar het voelt ook wel als een cadeautje. Wat gaan jullie allemaal doen? We gaan als eerste de vloer herstellen, want het is een zogenaamde kwijttaalvloer. En die is aan vervanging toe. Het is niet meer veilig om hier evenementen te organiseren. Dus dat is het eerste wat we gaan doen. En daarna? Daarna gaan we hier zoveel mogelijk leven in de brouwerij brengen. Dus evenementen en bijeenkomsten. Te beginnen het Jeneverfestival, wat natuurlijk jaarlijks plaatsvindt. En we hopen dat dat langzamerhand zich als een olievlek uitbreidt. En we willen dat ook combineren met horeca in het Bijbelhuis hiernaast. En we willen natuurlijk het water willen we gaan gebruiken. En meestal is het ook al gaandeweg komen er allerlei functies bij. En zo hopen we hier weer een bruisende plek van te maken. Hoe kijk je naar deze overdracht? Nou, met een zekere opluchting. Deze kerk die is in 2006 te koop aangeboden aan de gemeente Schiedam. Maasbach wilde hem toen kwijt. De gemeente Schiedam heeft toen besloten, en ik zeg ook achteraf, ik denk een goede beslissing geweest, om hem niet zomaar te kopen. Maar te kijken of het in de markt mogelijk zou zijn om een nieuwe gebruiker te vinden. Aanvankelijk, en dat weten Schiedammers in elk geval wel, waren er plannen in 2008 om er een hotel te vestigen. Een 4-sterrenhotel. Maar ja, de plannen werden in september 2008 gepresenteerd. En in oktober 2008 kregen we de economische crisis. En toen vielen alle plannen voor het hotel in duigen. Daarna is de stichting begonnen met het zoeken van alternatieve gebruiksmogelijkheden. Maar eerst moest er gerestaureerd worden, omdat het pand heel slecht was. En daar zijn we gelukkig in geslaagd om financiers te vinden om het pand te restaureren. Het staat dus nu weer keurig op de pootjes. En we hebben nu uiteindelijk in Boei een nieuwe gebruiker gevonden, die tevens eigenaar is geworden van het pand. En die het dus als multifunctioneel gebouw te gebruiken voor allerlei doeleinden, van concerten tot festivals. En tentoonstellingen en noem maar op. We zijn dus blij dat het uiteindelijk erin zijn geslaagd om het pand overeind te houden en een nieuwe bestemming te geven. In de gemeenteraad was een beetje gemopper van Boei krijgt 6 ton en een mooie kerk. Ja, dat klinkt altijd goed, hè? Nou, hiertegen moeten wij ons wel vaker verdedigen. Maar als mensen zich verdiept hebben in het financiële plaatje, weten ze dat er nog veel meer geïnvesteerd moet worden. En dat het niet bij die 6,5 ton blijft. En ja, die krijgen we natuurlijk ook niet voor niets. Daar moeten we wel iets voor doen. En ik hoop ook dat ze uiteindelijk niemand meer moppert. Maar dat ze vooral zien dat die bijdrage heel erg goed terecht is gekomen. Er gaat heel veel gemeenschapsgeld. En dan heb ik het niet over gemeentelijk geld. Maar dan heb ik het over rijksgeld. En geld van fondsen. Onder andere het fonds Schiedam-Vlaarde in zitten. Om het pand te herstellen, te restaureren en opnieuw voor gebruik beschikbaar te krijgen. De gemeente Schiedam, want dat zal de zorg zijn, is een van de kleinste financiële bijdragers aan dit gebouw. Ik denk dat we uiteindelijk rond de 2,5 miljoen zitten in de objecten bij elkaar. En daar is dus 6,5 ton subsidie van de gemeente van. En we doen het altijd gefaseerd, hè. Dus we beginnen en langzamerhand we kijken ook waar behoefte aan is. Dat je niet voor niks investeert, dat je het goed doet, ook in overleg met huurders straks en met exploitanten. Zo hopen we langzamerhand de boel aan de gang te brengen. Is het gebouwd waard, al het geld? Ja, meer dan dat. Want als je kijkt wat de gebruiksmogelijkheden van het pand zijn, op de plek in de binnenstad, helemaal in het centrum, in het wat men tegenwoordig het museumkwartier noemt, is het een gebouw wat heel veel kan bijdragen
aan levendigheid en evenementen in Schiedam. En zo moet je er dus ook tegenaan kijken. Niet alleen maar in hoeveel geld zit erin, maar wat kan het opleveren aan dynamiek, nieuwe dynamiek en economische activiteiten en culturele activiteiten in de Schiedamse binnenstad. Hoe gaan jullie het in de praktijk doen? Komt er hier een manager of iets namens jullie? Ja, we zijn in gesprek met een partij uit Schiedam die voor ons ook een stuk van de exploitatie en het beheer gaat doen. En hoe we dat precies doen, daar zijn we nog in overleg. We doen het in ieder geval op veel plekken in Nederland. Doen we het ook zelf vanuit Amersfoort met een event manager. En dus we kunnen het wel zelf, maar het is altijd wel heel goed om ook lokale betrokkenheid te organiseren. Dus in 1822, dus dat is over een paar jaar, 200 jaar geleden, is de eerste steen gelegd. In 1824 is die in gebruik genomen als Rooms-Katholieke kerk. Wat hier bijzonder aan is, is dat het een van de katholieke kerken is die door de staat gebouwd is en teruggegeven aan de Rooms-Katholieke kerk als compensatie van de confiscatie van alle Rooms-Katholieke kerken na de reformatie. En daarin is het dus een heel bijzonder exemplaar. Dit is een van de twee voorlopers van de zogenaamde waterstaatskerken. En waar komt het woord waterstaat nou vandaan? Dat is van het departement van Waterstaat, die toen de architectuur en de opdracht voor de bouw heeft gedaan. We bestaan inmiddels een jaar of 20. We zijn ooit opgestart met als doelstelling behoud van industrieel erfgoed. En inmiddels doen we alle soorten erfgoed, religieus erfgoed, agrarisch erfgoed. We hebben ook kazernes in ons bezit. Ongeveer 80 objecten door het hele land, kerken, watertorens, schoorstenen. En die exploiteren en beheren we allemaal. En we geven ook veel advies aan derden.